Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Met jullie goed vinden begin ik vandaag even met een kleine persoonlijke overdenking. Wat ik de afgelopen 18 maanden heb meegemaakt. Wij doen de Jensen Show hier nu twee jaar ongeveer. Misschien zelfs precies twee jaar. Volgens mij zijn we begonnen in september, twee jaar geleden. Dus dat klopt, twee jaar. En natuurlijk zijn we helemaal overgenomen door de Kiona-nonsens die uitbrak. En wie had kunnen voorspellen twee jaar geleden toen we hiermee begonnen, dat we er nu zo bij zouden zitten, in zo'n wereld zouden leven, die ze hier voor ons aan het creëren zijn en proberen te creëren en er doorheen te douwen. Dat we thuis hebben gezeten, dat we op slot hebben gezeten, dat de horeca nu niet meer in kunnen en zonder toegangsbewijs, een vaccinatiebewijs. Als je ziet wat er in de hele wereld gebeurt, je ziet wat er in Nieuw-Zeeland gebeurt, je ziet wat er gebeurt in Australië. Wie had dat nou kunnen voorspellen twee jaar geleden? Nou, is het duidelijk, de koers die wij gevaren zijn 18 maanden geleden, die is puur gebaseerd op mijn gevoel en mijn inzicht in de media en mijn kijk op de zaak toen dit allemaal uitbrak. En we zijn er gewoon voor gegaan. We hebben ons niet aangepast aan de propaganda van de overheid, niet aangepast aan de propaganda van de media, met alle consequenties van dien. Die hebben wij aanvaard. En tot op de dag van vandaag aanvaarden we die. En ook wat er in de toekomst erop afkomt, zullen we gewoon recht in het gezicht blijven kijken van deze mensen, van deze energie. En we kijken gewoon recht deze energie in de ogen. We gaan de confrontatie aan met de waarheid, met de eerlijkheid. En daar werken we hard aan en doen we iedere dag ons best voor. Dus die afgelopen 18 maanden zijn zo heftig geweest. En waarom heb ik deze strategie, het is geen strategie, maar waarom hebben we deze keuze gemaakt? Waarom heb ik deze keuze gemaakt? Waarom ben ik er zo strak in gaan staan? Is omdat ik alles altijd bekeken heb vanuit het nu. Vanuit dit moment, van wat is er nou echt aan de hand? Wat weten we over deze situatie? En ik weet ook hoe de media psychologisch kan manipuleren. Ik weet hoe de media ingezet kunnen worden hiervoor. Ik wist al meer van de plannen dat ze willen van een hele gecontroleerde samenleving. Ik had alleen nooit gedacht dat het zo makkelijk voor ze zou zijn om met het angst creëren voor een virus, om zo dicht bij hun doelen te komen. En toen dit gebeurde, voelde ik wel alles aan van dit is een gevecht. En die vrijheden die we nu opgeven, die krijgen we echt pas terug naar een enorm, 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 enorm gevecht. Want ze worden je nooit afgenomen door dit soort machtswellustelingen om ze terug te geven. En om voor ons om terug te krijgen. Dus ik wist, dit wordt een enorme, heftige, heftige tijd. Maar het kijken naar dingen vanuit het nu en dan het ook blijven volgen en je niet laten afleiden, niet laten bang maken en voornamelijk niet bang zijn voor consequenties. Want als die consequenties er komen, dan het bestaan, het universum, die zal wel weer iets voor je creëren dat het weer open gaat, dat er weer iets open gaat. Het bekende, als God een deur dicht doet, zet hij altijd weer een raampje open. En dat is ook mijn ervaring geweest voor de afgelopen 18 maanden. Maar als je kijkt vanuit het nu, en als je kijkt vanuit het nu toen, dan zag je hoe gemanipuleerd we worden. En het enige waar we gemanipuleerd mee zijn, is angst. En daar zijn mensen ingetrapt. Anticipatoire angst. Angst voor iets wat nooit zal komen en ook nooit gekomen is. Ik neem jullie altijd, doe ik eens in de zoveel tijd, ik neem jullie even mee naar de letterlijke woorden van mijn goede vriend Tedros van de World Health Organization. De integere, fantastische, betrouwbare oud-minister van Volksgezondheid van Ethiopië, die ze de baas hebben gemaakt van de World Health Organization. De man die cholera heeft weggemoffeld en genegeerd in Ethiopië, waardoor er zoveel mensen zijn overleden daar. Deze Tedros, die nog aangeklaagd wordt internationaal voor dit. En die hebben ze gewoon gemaakt. Deze betrouwbare man hebben ze de hoofd van de World Health Organization gemaakt. Maar wat zei die nou? Hij kreeg dus het hele. Toen zagen we opeens ook dat die World Health Organization, die kan dus, die is verantwoordelijk voor wereldwijd, voor het medische beleid, voor de volksgezondheid, voor de hele wereld. Want iedereen volgde wat Tedros zei.
En we weten sindsdien dat Bill Gates de grootste individuele donateur is, samen met die griezel Melinda Gates. Wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 18 maanden, het is ongelooflijk in hoeveel we ook hebben kunnen zien hoe het spel in de wereld echt gespeeld wordt. Maar wat zei Tedros nou 18 maanden geleden? Luister goed, ik heb me daar altijd op gefocust en ik heb het zo vaak uitgezonden dat mensen kunnen horen en zien dat de situatie die gecreëerd is totaal niet past bij daadwerkelijk het gevaar van dit virus. Want hij zei dit letterlijk. In 18 maanden geleden waren dit, luister nog eens één keer, exacte woorden van Tedros. Here we go. Kiona, hoe gevaarlijk is het? It's not deadly to most people, but it can still kill. Ja, oké. Prima. Zelfde als influenza, zelfde als de griep. Kijk, natuurlijk hebben ze hier een psychologisch spel gespeeld. Ze hebben de waarheid verteld over dit virus. Want uiteindelijk, 18 maanden later, zien we dat het sterftecijfer is hetzelfde als de griep. Het is gewoon, de griep is helemaal verdwenen. Influenza is verdwenen, andere luchtaandoeningen zijn verdwenen. Het aantal mensen dat gestorven is, hetzelfde leeftijd als mensen doorgaan aan influenza. Of met influenza, moeten we natuurlijk zeggen. En net zoals dat mensen helemaal niet sterven aan corona, maar het is met corona. Het is heel normaal bij dit soort verkoudheidsvirussen, zoals Gommers het ook noemt. We weten nu dat dit. Maar de woorden zijn. Het klopt precies wat Tedros hier gezegd heeft. It's not deadly to most people, but it can still kill. Nou, natuurlijk kwam er ouderwetse psychologische. Dat doen die psychopaten, dubbelspraak. Want in de zinnen daarna ging hij weer meer. Hij heeft de waarheid verteld. En dat is het enige wat we hadden moeten volgen. Maar wat kwam daarna? Daarna kwam de showbiz erin. Daarna kwam de energie van de manipulatie erin. Daarna kwam het theater kwam erin. Want wat zei die namelijk ook, dit monster? En hij moest dat gewoon natuurlijk zeggen. Time for the government to pull out all the stops. Weet je nog? Alle remmen los, jongens. Nou, en daar ging iedereen, hè? Wat natuurlijk doodeng is en die helemaal niet kan dat. Bedoel, zo hebben ze het spel opgezet dat de World Health Organization, mensen waar we nooit voor gekozen hebben, die bepalen even dat alle landen in de wereld, en je hebt gezien, ze kunnen het, hetzelfde beleid gaan voeren. En ze hebben het gedaan. Iedereen in lockdown. Nou, je kent de bullshit allemaal wat hier plaatsgevonden. Gebaseerd op een virus wat niet ernstig is voor de meeste mensen, maar het kan. Je kan eraan overlijden. Ja. Dat is de waarheid. En moet je kijken wat er gecreëerd is. Moet je kijken hoe we erbij zitten. Moet je kijken wat er in Nieuw-Zeeland aan de hand is. Er is in Nieuw-Zeeland 1 iemand overleden van 90 jaar oud aan met corona. Hè? 90 jaar. En wat zegt die heks op die bezemstil, die premier? Die zegt, nou zie je toch hoe belangrijk het is dat we de maatregelen nog volhouden. 1 iemand van 90 is overleden. Jongens, het is krankzinnig. En 18 maanden lang doe ik mijn uiterste best om die krankzinnigheid hier aan te tonen voor alles iedereen. En waarom ik het even persoonlijk maak, want het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de mensheid. Het gaat om de menselijkheid. We strijden met z'n allen als mensen, als spirituele wezens, als echte mensen, strijden we hier tegen deze waanzin. En tegen psychopaten en negatieve krachten en de meest donkere energieën die je maar kan meemaken als mens zijnde. Een cult van de dood strijden we tegen. Echt letterlijk. Dus dat doen we iedere dag. En dat is 18 maanden lang. Is natuurlijk op momenten heftig en zwaar. Ik ben nooit pessimistisch. Ik ben nooit dat ze me eronder krijgen. No way, no fucking way. Maar het is soms wel dat je denkt van, hoe kan het nou? Daar gaan we weer. Want het is niet te geloven wat hier allemaal aan de hand is. En dat is zwaar. Dus mensen vragen me van, waar haal jij je energie dan ook vandaan? En dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat ik me laat inspireren door. Het kan het universum zijn. Het kan. Het kan een persoon zijn. Het kan een e-mail zijn van iemand. Het kan mensen zijn die ik tegenkom. Je ziet de ontwikkeling van heel veel mensen die wakker worden, wat zo inspirerend is. En inspiratie is zo ontzettend belangrijk. En dat geeft een kracht en een positiviteit. En dat is fantastisch. En daardoor kan ik door blijven gaan. Krijgen ze me er ook niet onder. En waarom ik dit eventjes zo met jullie deel,
is omdat wat ik gisteren gezien heb mij zal inspireren tot het eind van mijn tijd. Het is prachtig wat gisteren plaatsvond in Amsterdam. Zoveel e-mails krijg ik altijd, zoveel vragen van mensen. Wat kan ik doen, wat kan ik doen? Ik heb altijd gezegd, iedereen moet voor zichzelf doen wat hij kan doen. Kijk, ik doe dit, omdat ik dit kan doen. Ik kan het ook doen dankzij jullie, hè, dat we in de vrije media kunnen opereren. Dat weten jullie, dankzij jullie donaties kunnen we dit doen. Maar ik kan dit doen, dit is wat ik kan doen. En wat jij kan doen, moet je echt voor jezelf. Maar dat kan klein zijn als met mensen praten, het uitstralen, wat er echt aan de hand is. Mensen proberen uit te leggen, hoe vermoeiend ook. Het ding is ook gewoon niet accepteren wat hier gebeurt. Niet door de knieën gaan, niet door. Maar als je zag wat er gisteren plaatsvond in Amsterdam. Dit is het bewijs. Echte mensen zijn aan het terugvechten. En dit is zo inspirerend. En wij hebben er even een kort filmpje van gemaakt van gisteren. En dit heeft mij geïnspireerd en zal mij inspireren. Nogmaals, tot in de eeuwigheid. Maar laat jezelf ook even inspireren. Amsterdam, 5 september. Inspireert mij. Het is fantastisch. En daardoor ga ik door met wat ik hier doe. En alle reacties die ik gekregen heb. Het is prachtig wat er gisteren plaatsvond. Hoi Robert, ik was er gisteren bij met mijn Ohans shirt. Het was ongelooflijk. De energie die er was. De diverse soorten mensen. Van jong, heel oud, hippie, homo, donker, moslims, artsen, zorgmedewerkers, oud-militairen. Iedereen liep mee met een enorme golf van liefde. Geen verkeerd woord gevallen. Het was echt fantastisch. Ik heb berichten gelezen dat er ruim 235.000 mensen waren. Weet niet zeker of dat zo is, maar ik geloof het. Toen wij op het Leidseplein liepen, moesten er nog meer mensen starten op de Dam. Wauw. Keep up the good work. Help met vriendelijke groet. Juri uit de Dijk. Hi Robert, we zijn gisteren met zoveel vrienden en familie naar Amsterdam geweest. Heerlijk om zoveel gelijkgestemden om je heen te hebben. En wat een mooie sfeer. De zon deed ook een duit in het zakje. Ik las berichten over tienduizenden mensen in Amsterdam in de besmette media. Tellen kunnen ze ook al niet. Zelfs daar hoeven we niet op te rekenen. Bij hen, hun, zij, die. Groeten Pascal. Pascal, dat weten we. De waarheid zal nooit verteld worden daar in de media hierover. Maar we hebben het met eigen ogen gezien. Het maakt niet uit of het 100.000 man was of 60.000 man of 200.000 man. Het kan alle drie zijn. Het waren zoveel mensen. Hi Robert en team. Vandaag was ik ook in Amsterdam. Geweldig om zoveel gelijkgestemden te zien. Het voelt als een keerpunt. En dat is goed.
Sfeer was gemoedelijk, saamhorig, gezellig, geen gesodemieter. Ik stond op de brug bij de Singel en heb geteld. Ongeveer 50 meter brug. Mensen liepen met zo'n 15 naast elkaar. Dat is 750. En dat duurde 1 minuut om te lopen. Dat duurde 75 minuten. Dat maakte op ongeveer 56.000 mensen ongeveer. Ja, de NOS en RTL die downplayen natuurlijk. Maar dat wisten we. Het maakt niet uit. Media is inderdaad het virus. Heel veel Jensen shirts gezien overigens. Met goede boodschappen. En dat creëerde ook herkenning. Complimenten over en weer. Boksen gedurende de mars. Leuk dus. Keep it up, Dirk. Hi Robert. Dit is een prachtig versneld afgedraaid filmpje. Ja, we zullen het nu even in de show draaien. Van fotograaf Guus Schonewille. Waarin duidelijk wordt hoe gigantisch veel mensen er gisteren in Amsterdam waren. En dat de gemeente Amsterdam keihard loog over het aantal demonstranten van ruim 20.000. Laat je daar niet over demotiveren, hè, en ontmoedigen. Want dat is gewoon de truc natuurlijk. Met vriendelijke groet Gerard. Het was fantastisch. En echt overduidelijk dat mensen er klaar mee zijn. En dat is inderdaad ook het mooiste. Mensen, hoe dit soort dingen meestal geframed worden, ook met terugwerkende kracht, is dat het alleen maar hippies zijn die. En het is natuurlijk ook in het verleden wel vaak geweest dat je heel veel hippies zag protesteren tegen voor wat dan ook. Maar dat was dit niet. Je zag hier een aantal mensen bij elkaar en echte mensen. Echte mensen. En het, inderdaad, zoals iemand in de e-mail ook zei, het overal, wel voor een achtergrond dan ook. Wat voor een huidskleur, alsof dat ook allemaal uitmaakt. Maar goed, zo worden we de hele dag worden we overdonderd in de media met dat soort framing en dat soort hokjesdenken en dat soort dat labeling van mensen. Maar goed, je zag daar gewoon iedereen. En ik denk ook alle politieke kleuren zag je. Links, rechts, het maakt allemaal niet uit, midden. Mensen, de echte mensen voelen dat de vrijheid, dat het zo een belangrijk iets is waar je voor moet strijden. En dat merk je, dat zijn we met z'n allen aan het doen. Wat ook mooi was, dat het allemaal zo gemoedelijk was. En dat is ook weer voor mij echt het bewijs. Dat al die demonstraties die zogenaamd uit de hand liepen op het Museumplein, dat was alleen maar uitlokking. En wat dat betreft is goed dat ze dat dit keer niet gedaan hebben. En schaam je dat je dat in het verleden wel gedaan hebt met je waterkanon. Dit is heel vredelievend. En er hoeft ook helemaal geen geweld bij te pas te komen. Het enige wat we moeten doen is niet meer meedoen met deze ongelofelijke nonsens. Want wat een nonsens allemaal. Het gaat maar door. Het is toch, op een gegeven moment moeten mensen toch echt wel zien van dit kan toch niet. Zoals gisteren die voetbalwedstrijd. Er was dus Brazilië-Argentinië was er. En dat is zeg maar Nederland-Duitsland in de toptijd. Om maar zo te zeggen. Dus heel Zuid-Amerika zit ernaar te kijken. En wat gebeurt er? Na de wedstrijd begint. En dan komen er dus de Braziliaanse gezondheidsautoriteit die kwam na 6 minuten het veld op om 4 Argentijnse spelers te dwingen in isolatie te gaan. Want die kwamen uit Engeland en die hadden dat zogenaamd niet goed opgegeven. Terwijl natuurlijk iedereen wist natuurlijk van tevoren dat deze gasten spelen in de Premier League. En die kwamen ze na 6 minuten als theater kwamen ze het veld op om deze mensen in quarantaine te gooien. Dit zijn gezonde sporters die daar gewoon een wedstrijd aan het spelen waren. Er was niks aan de hand. En wederom, gezonde mensen moeten in quarantaine. En ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat het gebeurt. Want denk je nou echt niet dat de hele wereld die daarnaar zit te kijken, zo van, doe eens eventjes normaal. En politici die maar het door blijven duwen en door blijven rammen en die hier maar in door willen blijven gaan. Niemand neemt ze al meer serieus, maar natuurlijk straks helemaal niet. En ook wat je zag op Zandvoort, zoveel mensen, zo die menselijke spirit, gewoon die energie. Dit is alles wat ze proberen te slopen, wat ze eruit proberen te halen. Dit is het grootste gevaar voor die gasten. Ze willen niet dat wij zo bij elkaar komen. Ze willen ook inderdaad dat als je zo'n protest ziet met al die verschillende religies, kleuren, seksualiteit, man, vrouw. Dat houden ze niet van. We dienen en moeten tegen elkaar uitgespeeld worden. En het bewijs is in overvloed dat dat het spel is wat ze spelen. Want je wordt maar overdonderd met het hele idee dat we elkaar haten. Je wordt overdonderd met de boodschap dat mensen zo verschrikkelijk zijn. En mensen zijn alleen maar aan het vervuilen. En mensen zijn alleen maar destructief. En mensen zijn gevaarlijk. En die moet je niet bij in de buurt komen. Je moet 1,5 meter afstand. En je mag want mensen verspreiden een virus. En dit. Mensen zijn zo gevaarlijk. Terwijl het tegenovergestelde waar is.
Het is een wonder dat we nog zo goed staande blijven. En dat we nog terugvechten met alles wat we dag in dag uit over ons heen gestort krijgen. Aan negativiteit en aan manipulatie. En ik heb daar dit weekend veel over nagedacht en veel research nagedaan. Wat ik wel wist, maar wat ik steeds meer probeer te zien. Wat ik steeds meer ga inzien. Wat ze nou eigenlijk proberen, deze mensen. Het zijn natuurlijk geen mensen meer. Het zijn psychopaten. Maar het plan wat ze hebben, en dit is natuurlijk al zo lang aan de gang, is niet mensen niet meer te zien als mens. Dus wat we afgelopen weekend zagen, of het nou Zandvoort was, of in Amsterdam, dit waren mensen. Dit waren mensen met gevoel, met passie, met liefde, met echt wat een mens maakt. Maar dat willen ze niet. Ze zijn daar veel te bang voor, want ze houden daar niet van. En die kunnen ze niet controleren. De menselijke spirit is ongelooflijk moeilijk om te controleren. Die moet je bombarderen, die moet je opsluiten, of die moet je drogeren. Je moet daar iets mee doen om dat weg te krijgen. En ze willen het weg hebben. Ze willen echt van mensen computers maken. En het klinkt heel raar. En ik ben er nog mee bezig om dit op de beste manier uit te leggen. Maar wat ze gewoon willen. Ze willen niet meer zien dat een mens is. Een mens is een code. Want die gasten zijn alleen maar bezig. Ik bedoel, kijk maar hoe ze allemaal bezig zijn. Die tech-jongens. En die IT-jongens. Het is allemaal codering, codering, codering. En om dingen onder controle te krijgen, willen ze van mensen een code maken. En dan kunnen ze willen niet meer de menselijkheid. Die kunnen ze niet. De menselijkheid is zoiets bijzonders. En het is zoiets complex ook. Het is niet te doorgronden. Het is niet te controleren. Een mens heeft ook zoveel kanten. Er zitten ook slechte kanten aan de mens. Maar niet alleen maar. Dus het is echt slecht om alleen maar te focussen op de slechte kant. Want er zit ook een hele goede kant aan. Maar het is heel complex. En ik weet zeker dat je een mens zal je ook nooit helemaal 100% kennen. Bijvoorbeeld, ja, mensen kunnen denken, ja, ik ben al 40 jaar getrouwd. Of ik ken mijn kinderen zo. Nee, een mens is zo complex, heeft zoveel verschillende kanten, dat die ken je nooit 100%. Het maakt het ook heel bijzonder en heel mysterieus. Maar goed, en het is de menselijke ervaring. En het is een unieke ervaring. Maar ze willen het slopen. Van mensen moeten gewoon als codes gemaakt worden. En binnen die code moeten mensen opereren. En die code moet allemaal een soort van computer in. Zodat we compleet te besturen zijn. En menselijkheid, wat we dit weekend zagen, dat moet er uitgesloopt, moet weg. En het is ook de verklaring dat ze al het leuke sociale, al het wat het leven leuk maakt, in deze coronatijd eruit gehaald hebben. Dat we maar niet met elkaar communiceren. Dat we maar niet met elkaar die kolk van menselijke energie laten groeien en laten ontwikkelen. Ik ben nog steeds ook van overtuigd dat onze kinderen zo aan het targeten zijn. Omdat kinderen worden gewoon echt geboren opener en spiritueler dan ooit tevoren. En dit is een gevaar. Dus linksom of rechtsom proberen ze kinderen nu echt zo te vernauwen in hun ontwikkeling als mogelijk. Daarom ook die hele discussie over injecteren van kinderen. De hele discussie van de mondkapjes voor kinderen op school. Het is allemaal duivels. Maar wat willen ze? Ze willen gewoon de mensheid slopen. En ze doen het met liegen, bedriegen, manipuleren, inspelen. Ook op de menselijke zwakte. Wat in dit geval is, zijn veel mensen gewoon veel te empathisch. Die niet meer kritisch zijn op hun eigen empathie. Want dat moet je leren als je omgaat met psychopaten. En als je omgaat met mensen die alleen maar aan het manipuleren zijn. Dan moet je je empathie, moet je kritisch op zijn. En niet alleen maar altijd in die empathiemodus schieten. En denken dat je dan goed bezig bent. Want je wordt gemanipuleerd. En dat is zo ontzettend veel gebeurd. Ik weet, ik loop een beetje leeg. Maar dat is gewoon de aanleiding van wat er allemaal gebeurde dit weekend. En allemaal vanwege een virus, luister naar de waarheid van mijn vriend Tedros. It's not deadly to most people, but it can still kill. Ja, leuk, prima, oké, nou, we gaan lekker door met ons leven. Het theater wat opgebouwd is, is alleen maar afleiding dat we daar nooit naar kijken. Terwijl ik vanaf dag 1 alleen maar daarna gekeken heb. Hoe ernstig is dit? Hoe ernstig is dit? Nou, dat weten we nu. We weten het nu. En daarom is het ook het meest bizarre en het meest
gevaarlijke dat politiek gezien er nog steeds gedaan wordt alsof we hier te maken hebben met een killervirus. En zelfs al is het bewijs zo overduidelijk, wat ik net zeg, van die 90-jarige één iemand te overlijden in weet ik voor hoe lange tijd. Eén iemand overleden van 90 in Nieuw-Zeeland. En dan zegt die heks, die Arden, die op zoek is naar de bezemsteel, die zit dan echt, die is dan, die roept dan dat, dit zegt weer dat we echt de maatregelen door moeten voeren. We hebben nog langer in een harde lockdown, want iemand van 90 is overleden met corona. En ja, als je denkt van Hugo de Jonge, waar was hij dan? Nou, hij was in Rome bij de start van de G20 Health Ministers Meeting. En dan komt er weer belangrijke kans om internationale samenwerking te versterken en beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Met andere woorden, we zijn er nog niet. Ja, maar dit was helemaal geen pandemie. De maatregelen die genomen zijn, ik heb het vanaf dag 1 gezegd, dat die zouden alleen kunnen gelden, misschien, maar dan is het nog steeds niet bewezen dat het allemaal werkt, hè? Om de hele maatschappij maar op slot te doen en mensen thuis neer te zetten. En dat is alleen maar als mensen bij bosjes neervallen. Zoals het ons in die leugen, in het mediavirusleugen verteld is. Mensen vielen gewoon dood op straat neer. Mensen liepen gewoon kerngezond. Toen kwam het virus. In één klap dood lagen ze op straat. Dat was het coronavirus. Zo gevaarlijk was het. Volgens de media. Compleet angst. Bewapend en afgeschoten op de bevolking. Maar nou zit hij daar dus, die foto's. Je kan de mensen al niet meer serieus nemen, die politici. Maar ik vind het mooi door die uiting van afgelopen weekend, op alle vlakken, dus nog een keer, ik zeg het, de Formule 1 race, mensen die zo blij zijn en zo, dus je ziet hier die menselijke spirit en dan zie je deze clowns. Kijk nou eens deze 4 foto's. Die heeft hij dus in Rome geplaatst. Dan staat hij daar. En dan geeft hij daar weer zo'n elleboogarm aan een of andere collega van hem. Met heeft hij zo'n mondkap op. Terwijl we hem allemaal gezien. We zien hem allemaal. Gaat op de foto. Gaat hij in Rotterdam bij de Kuip. Gaat hij op de foto en dat soort dingen. En dan gaan ze daar zo'n toneelstukje opvoeren. En dan zit hij in een vergadering. Hugo de Jonge met een aantal collega's. En weer zo'n mondkap op. Maar dan is het ook wel weer lachen. Dan heeft hij daadwerkelijk mijn goede vriend Tedros gesproken. Tedros die de waarheid vertelde over het virus. It's not deadly to most people. But it can still kill. En dan zit hij daar. En dan zit Tedros. Hebben ze geen mondkap op. Tedros hoeft dat natuurlijk niet. En wat het raarste is altijd aan die foto's. We hebben die foto's natuurlijk ook. Dat bij Klaus Schwab. Dat Rutte daar zit. Kaag zit daar. Maxima zit daar, de koningin. Wat doet die daar? Maar goed, in ieder geval, die zat daar bij Klaus Schwab. En die foto's zijn altijd zo duidelijk. Dit zijn leiders en zelfs een koningin van een land. En de grote leider van een land, Rutte. En die zit daar bij Klaus Schwab. Waarom ziet het er nou uit alsof zij als kleine schoolkinderen bij de conrector moeten komen? Klaus zit daar en die zit precies te vertellen. En Maxima zit te luisteren. En Rutte zegt, wat moet ik doen? Kaag, die zie je gewoon, die wil graag op de knieën. En de broek openen van Klaus. En dan zegt Schwanz. Ik moet me inhouden. Ik neem dit terug. Ik herstel. Kaag zit daar verliefd te kijken naar die kale klerenlaaier. Oh, ik zeg, nou, waarom ga ik zo ver vandaag? Ik moet me inhouden. Ach, maar het zijn zulke enge mensen. Maar waarom is dat iets zo raar? Zij zouden ons moeten vertegenwoordigen. Hè? En zij zouden er voor ons moeten zijn. Maar ze gaan luisteren naar deze gasten. Kijk eens hoe Hugo aan de lippen hangt van Tedros. Hij zegt alleen maar, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen. In plaats van te zeggen, joh, luister, is dat probleem in Nederland? Als je nou kijkt, het is onverkoopbaar allemaal. En het is ook helemaal niet zo erg. Het slaat allemaal nergens op. We gaan gewoon weer helemaal open. We gaan weer normaal doen. Tedros, ga jij lekker naar Ethiopië. En ga jij eens eventjes kijken. Ga je daar eens boete doen voor de schade die je daar aan hebt gericht. En dikke vinger aan je baas Bill Gates. De volgende keer dat je ziet Tedros, vraag eens even aan Bill Gates wat hij uitvoerde daar bij Jeffrey Epstein. Hij was goed bevriend met Jeffrey Epstein. Die hebben heel veel meetings gehad. En waarom is die scheiding van Bill en Melinda Gates? Vertel me dat nou eens een keer de volgende keer. Ik ga weer naar mijn mensen toe. Ik ben een volksvertegenwoordiger voor mijn volk. Ik ga niet naar jou luisteren. Jullie hebben de boel verraden. Nou, dan ga je weg. Maar nee hoor, hij zit daar.
Wat moet ik doen? En ik bedoel, het is niet te geloven, die politici die dan kritiek hebben op wat hier zondag heeft afgespeeld op de Dam. Gisteren heeft afgespeeld op de Dam. Dit is die afgrijzelijke, ik ben er toch wel los aan het gaan, dus we gaan maar even door. Jan Paternotte van D66. Weet je, voor mij zijn die mensen allemaal zo makkelijk te negeren. Hè? Ik bedoel, het is allemaal zo voorspelbaar wat ze zeggen, wat ze doen. Maar dan zie je dus iets moois gebeuren op zondag. En wat zegt deze idioot van D66? De woordvoerder voor Kiona van D66. Radicalisering. Vandaag op de Dam in een ranzige cocktail van homohaat, antisemitisme, fake news en intimidatie. Met een prinsenvlaggetje erin. Zou Joost Eerdmans blij zijn dat ja 21 van de partij was? Jan Paternotte. Gaat weer eens even, trekt weer eens even die verschrikkelijke, onzinnige en niet meer werkende antisemitische kaart. En waar die dat dan ook vandaan haalt, omdat er misschien gezegd is van dat het vergelijking gemaakt is met de apartheid en de jodenvervolging en dat soort dingen in de Tweede Wereldoorlog, wat totaal valide is natuurlijk. Jan Paternotte, woordvoerder van D66, helemaal pro-prik en weet ik voor verplichting van vaccinaties en dat soort dingen. Het moet allemaal bespreekbaar worden en dat soort. Hij is de NSB'er. Dit zijn de NSB'ers die onder ons leven. Vergeet niet, hè, dat de media in de Tweede Wereldoorlog hebben allemaal meegedaan met. Er waren een paar verzetskranten, maar de Telegraaf. Die mocht niet uitgeven 5 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk is dat hem een paar jaar teruggedraaid. Maar ze mochten niet, want ze waren gewoon nazi-collaborators. De Telegraaf. En in essentie is er nooit iets veranderd in die cultuur. Hetzelfde geldt voor RTL, voor Bertelsmann. Bertelsmann is de Duitse eigenaar van RTL. Ik weet nog heel goed, ik werkte bij RTL. En ik zat in het management van een radiostudio. Ik zat hoog in het management bij RTL. En we krijgen opeens een e-mail van Bertelsmann. Van het hoofdkantoor van Bertelsmann. En dat was een excuses. En dat moest naar het hele personeel verzonden worden. Namens Bertelsmann. Dat ze zo Hitler geholpen hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dat ze de nazi, helemaal pro-nazi was ze de Bertelsmann. En ze hebben excuses namens Bertelsmann. Nou, ook bij RTL is daar niks veranderd. En het ding is, er waren natuurlijk ook politici. Die waren gewoon totaal fout in die Tweede Wereldoorlog. En Jan Paternotte was een van die mensen geweest. Zal ik je vertellen. Waarom? Waarom zeg ik dat? Waarom leg ik die link? Ik zal je uitleggen. Alles waar zij zo voor zijn, voor dat prikken en voor het manipuleren van het menselijk lichaam door drang en door dingen puur op manipulatie. En het beste voorbeeld is natuurlijk, je mag niet dit meer doen als je niet gevaccineerd bent. Dat is natuurlijk een indirecte druk op mensen. Na de Tweede Wereld is er een Nuremberg trial geweest. En daar hebben zijn afspraken gemaakt. En wat niet kan, je mag nooit mensen dwingen iets in hun lichaam te laten spuiten. Medische tirannie mag niet. En het mag ook niet indirect. Het staat erin. En Jan Paternotte, als het recht zal zegevieren, zo iemand zal onthoofd worden. En ik zou je vertellen, dat staat in die Nuremberg-code, hè? Dat het is echt de straf is met de dood. Als je dit als politicus doet. Of als je dit als je hiervoor staat. Als je dit op een of andere manier maar vorm geeft. Of vorm wil geven. Of er doorheen wil drukken. En dat geldt dus voor al die politici. Ze weten, ze lopen op heel dun ijs. Maar ze spelen een spel. En dat is het spel van de macht. De machthebber voelt zich pas echt machtig als de wetten niet voor hem gelden. En daar zijn ze mee aan het spelen. Hoe ver kunnen ze gaan? Maar het staat in die Nuremberg-code. Dus deze Jan Paternotte die om zich heen slaat, totaal onterecht. Die iedereen maar van homo haat, wat niks te maken. Wat was er nou? Alsof mensen daar op de Dam gisteren, dat de homo haat. Wat ik net zeg, het is de meest gemengde en gemixte groep die je kan vinden. Waarschijnlijk heel veel homo's, who cares ook, hè? Maar homo haat natuurlijk nul sprake van. Het was alleen maar liefdevol. En daar kan deze man niet tegen. Antisemitisme. Wat is dat voor een beschuldiging om deze Nederlanders
Die opkomen voor een rechter, voor een vrijheid. Om die betichten van antisemitisme waar niks van waren. Kijk, het is om te lachen. En ik hoop dat niemand zich ook hier kwaad over maakt. Maar dit is gewoon een complete, totale imbeciel. En ook nog eens een keer een foute gast. Met zijn pro-prikken en zijn prikken en prikken, 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 prikken. En medische apartheid stimuleren. Dit staat in die Nuremberg-code. Al deze mensen zouden het niet overleven als die code daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Want het is overduidelijk natuurlijk. Hoe kan je nou zeggen dat je niet een restaurant binnen kan zonder een vaccinatiebewijs? Dus dat betekent toch van ja, bedoel, naar restaurants gaan hoort bij het sociale publieke leven. Als je dat niet meer mag doen, omdat je iets moet aantonen, dan is dat gewoon. En het wordt vanuit de overheid wordt het opgedrongen, want dat is het natuurlijk, hè? Dat het vanuit de overheid wordt opgedrongen. Dat kan niet. Dat kan niet. En ze doen het toch. En deze imbeciel met fake nieuws en intimidatie, wil je hebben over fake nieuws? Je hoort hier alleen maar echt nieuws. En om jouw held Tedros maar nog eens een keertje te herhalen voor de zoveelste keer. Maar herhaling is belangrijk, dames en heren. Wat zei Tedros over dit virus en wat heb ik vanaf dag 1 gezegd? It's not deadly to most people, but it can still kill. En wat heeft Jan Paternotte gedaan? Die heeft gedaan alsof dit het meest gevaarlijke virus is en dat het zo gevaarlijk is voor de volksgezondheid. En heeft nooit de waarheid gesproken hierover. De meeste mensen hebben hier helemaal last van, kunnen hier prima leven. Ja, en sommige mensen zullen de dood te gaan, dus kijk er een beetje vooruit. Maar hetzelfde met de griep en het zit op hetzelfde niveau als de griep. Jan Paternotte zal altijd zeggen en altijd mensen bang houden en altijd medisch willen manipuleren. Dit is nogmaals, ik herhaal mezelf, een totale gek. Een totale gek. Die zou in een inrichting gezet moeten worden. Psychologisch zou deze man ontleed moeten worden. En waarschijnlijk ter bescherming voor ons allemaal heel diep ergens in een kelder opgesloten moeten worden. En dan druk ik me nog rustig uit. Nou goed, ik sla een beetje door, maar dit is net zo wat ik net zeg, is net zo absurd om die hele demonstratie te framen als iets antisemitisch. En laten we dan eens even kijken. Dit is toch verschrikkelijk wat er in Israël op dit moment aan de hand is, hè? Uitgerekend Israël, en dit is heel veelzeggend over de kwade krachten en wat er daadwerkelijk aan de hand is in de wereld, dat er zoveel diepe lagen zijn. Want als je echt de staat Israël hebt gecreëerd om Joden in een beschermde omgeving te plaatsen naar alles wat ze hebben meegemaakt, wat natuurlijk waar is, dan doe je dit niet. Israel is planning to administer a fourth COVID shot, een vierde shot, een vierde vaccin. Dus mensen die dus die eerste twee prikken hebben gehad, dat is gewoon gezegd. Het is niet meer. Je kan niet meer zeggen dat je zo'n groen paspoort hebt, zoals het daar ook heet. Het paspoort is niet meer geldig als je niet die boostershots allemaal neemt. Dus met andere woorden, de mensen die de eerste twee gedaan hebben, nu de derde, de vierde, maar goed, dit hebben we al zo'n tijd voorspeld en dat gaat maar door. Tenzij we stoppen. En dit is ook wel even een belangrijk om ook heel veel op terug te komen. Dus dit is de BBC admits Syria gas attack report had serious flaws in Victory for Truth after complaint by journalist Peter Hitchens. BBC said a documentary on alleged chemical weapon attack had inaccuracies. Dit is precies waar ik het vorige week al over had. Weet je, die beelden die we uitzonden van die chemische aanval in Syrië, waar je al die kinderen zag en dat is compleet in scène gezet. Dat is al toegegeven door die BBC-producer. En nu moet de BBC het ook nog eens een keer officieel, dat het helemaal niet zo, zoals ze gepresenteerd is, helemaal niet zoals het geweest is. Maar moet je nagaan. De media, waar ze wel niet verantwoordelijk voor zijn. Hè? Want dit was puur om een oorlog uit te lokken. Puur om een oorlog uit te lokken. En Trump heeft toen één groot bombardement gedaan, weet je wel, ergens in the middle of nowhere. En toen zijn ze gestopt. Maar wat dit was, het moment, en die mensen schreeuwden er dan ook opeens om, hè? Dat is ook zo raar. En dat zijn voornamelijk linkse mensen die dan zo vredelievend altijd zijn, maar die zien dan zo die beelden met kinderen en die zeggen, ja, hij moet gestraft worden, die Assad. Valt het land binnen. En dan gaan we weer een hele oorlog beginnen. Maar waar weer blijkt, fake news, nepbeelden. En ik weet zeker als je D66, het standpunt D66 daarover hoorde in die tijd, dat het heel agressief was en gewoon weer volgen precies wat ze gezien hebben. En dan komen ze er later pas weer achter dat het fake news is. Mensen leven in een schijnwereld.
En die creëren constant verdeel en heers. 16 betrokkenen binnen Formule 1 positief getest bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Oh Hans, van de 75.000 man zijn 16 mensen besmet door corona bij de Formule 1. Het had nooit door mogen gaan, Hans. Hoe durven ze, Hans? 16 mensen. En dan nog steeds, who cares? It can kill. Ja, alles kan. Ik bedoel, ingroeide teennagel kan ontsteken. Ja, het is wel heel raar. Bommen kwam met een ingroeide teken. Ja, dus dit is heel zeldzaam. Maar ja, het kan gebeuren. Ja, tuurlijk kan het gebeuren. En dit vind ik dan ook weer zo raar aan de berichtgeving. Hè? Dit is zo, media is virus. Zo'n duidelijk voorbeeld daarvan. Dit is de headline. Zeldzame meldingen van bloedstolsel naar Janssenprik. Zeldzame melding. Mag ik de media vragen? Waarom nu opeens die terughoudendheid? Zeldzame melding. Waarom in het begin van die corona-tijd, of begin tot op de dag van vandaag, alleen maar fear porn? Met andere woorden, angstporno. Constant over doden, constant over besmettingen. En zeker in het begin. En constant over mensen, beelden uit IC's die er helemaal niks mee te maken hebben. Constant angst, 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 angst. Hoe gevaarlijk dit virus wel niet is. Terwijl Tedros, nou ik zal het nu niet nog een keer uitdraaien, maar je weet precies hoe het nu zit. Waarom daar zero, nul terughoudendheid? Maar als het gaat problemen met het vaccin, constant zeldzaam. Terwijl je ziet gewoon naar de officiële cijfers. De officiële cijfers praat nu al over in de EU alleen. Meer dan 20.000 doden volgens mij. Dat zijn de officiële cijfers. Dus de realiteit is veel hoger omdat dat heel slecht... dat wordt altijd heel slecht geadministreerd. US heads into Labor Day with COVID vaccines, but a substantially worse outbreak than this time last year. Oké, dus we hebben nu, maar dat is dus ook die vaccins, dat is ook gewoon nu feitelijk te zien. Vorig jaar hadden we geen vaccins en je had precies hetzelfde patroon. Er was niks veranderd. Nu zijn er vaccins, precies hetzelfde. Terwijl, zoals je toch vertelt, dansen met Janssen en dan ben je veilig. En... Ze zijn nu zo aan het draaien dat ze nu gaan zeggen... Het was eerst vaccin is de oplossing, maar nu is het van... Nee, je kan nog steeds verspreiden, maar je hebt waarschijnlijk minder klachten. Waar hebben we het over? Waar hebben we het over? En de statistieken jaar tot jaar zijn precies hetzelfde. Het is een flu virus. Het is een verkoudheidsvirus. Het gaat in zo'n cyclus. In de winter is het meer en in de zomer is het dan weer opeens weg. Maar er is theater rondomheen gemaakt. Het is ongelooflijk. En hier een artikel. Het is ook zo mooi. For scientists, path to COVID endgame remains uncertain. Met andere woorden, hoe we hier ooit uit gaan komen. Ja, de wetenschappers weten het nog niet. Ze verschillen van mening. Wat een nonsens allemaal, die gasten. Hè? Die wetenschappers. Die zijn ook door de mand gevallen. Heel veel van die gasten. Ze komen er gewoon nooit uit. Maar dat is wetenschappelijk niet. Je komt er iedere dag achter hoe weinig je weet. Maar ga dan niet blind die gasten lopen volgen. Want dat is nutteloos. Want dan blijf je in cirkels ronddraaien. Maar in het artikel staat één ding. Het staat de aantal scenario's van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En één zin stond er. En dat is natuurlijk gewoon de waarheid. Het kan ook eindigen omdat mensen er gewoon klaar mee zijn. En dat is altijd wat ik geroepen heb. Het stopt pas als wij zeggen genoeg is genoeg. Nou, afgelopen weekend was een heel duidelijk teken dat we daar wel zijn. Hoi Jens en team, goed bezig jullie. Ik kijk lang niet altijd, maar waardeer jullie werk enorm. Ik heb inmiddels gestopt met tv kijken. Heb mijn tv verkocht en de opbrengst aan Jensen gedoneerd. Dat lijkt me een goede bestemming. Hartelijk goed van Stijn uit Zutphen. Stijn, dank je wel. En je weet hoe je ons kan steunen. Jensen.nl, daar zie je alle mogelijkheden. Maandelijks, eenmalig, klein, groot. We zijn super blij met alles. En we zagen de shirts wel dit weekend hoor. We zagen dat iedereen droeg het met trots. Het was echt een goed community gevoel. Wauw Robert, waar moet ik beginnen? Wat een strijd leveren met z'n allen. Morgen gaan we dag tegemoet. Dus dit is
afgelopen zaterdag gestuurd, die hopelijk onder andere organisaties zoals de jouwe bewerkstelligd hebben. Als jonge kijker naar je show, begin 2000, had ik al door dat jouw tone of voice lekker wegkeek. Ik was 11 jaar toen ik in de auto zat te luisteren naar het laatste radio-interview met Fortuin. In de auto met mijn ouders. Bij thuiskomst tuned mijn vader in via de tv en ik en hij zagen de beelden van zijn liquidatie. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Nogmaals, ik was 11 jaar. Begin 2020 hier dik voor elkaar, gezond bedrijf met een club, grote club mensen aan het werk. Allemaal van de één op de andere dag kapot. Ik volgde je online al sinds je reboot bij RTL, maar na snel de canceling al daar wist ik het zeker. Hier moet ik een oogje in het zeil houden. Er volgde snel een zeer openhartige aflevering waarbij je jezelf niet onberoerd liet. Wauw Robert, alle waanzin die we sindsdien hebben meegemaakt, hebben we met zo ontzettend veel mensen beleefd. Ik heb ze in de nabije omgeving ontdekt. Ik spreek ze dan ook inmiddels dagelijks, dankzij jou. Vandaag en dus morgen is het 5 september. Ik stuur alle medestanders en organisatie in nabije kring veel genot, veel succes, maar wel veel hoop. Maar voor jou de organisatie schieten mijn woorden tekort. Oh, nee, dankjewel. Ik zal er ophouden, maar je hele warme mail. Ik denk dat je een prachtige dag hebt gehad. Dit is Jasper. Stuur me nog een mail met je bevindingen van die prachtige dag gisteren. Beste Robert, even heel kort. Waar zijn alle verhalen van mensen die Kyona hebben overleefd naast de cijfers van de mensen die het niet hebben overleefd? Zoals je lang geleden al aangaf, mensen zouden bij bosjes om moeten vallen met het killervirus. Dus zouden er ook genoeg verhalen moeten zijn. De talkshows zouden er vol mee moeten zitten. Dit is Bastiaan. Hey Bastiaan, inderdaad, ik heb dit in het, ook vorig jaar al meteen, de vorige zomer begon ik hierover. Opeens dacht ik van, die talkshows zouden toch vol moeten zitten met verhalen van mensen die hebben lopen happen naar lucht. En het is zo gevaarlijk, maar niks. Je zag alleen maar de app-variant. Ik noem hem de app-variant van het coronavirus. Die komt er nog aan natuurlijk. De app Oosterhuis. De app-variant. Maar tot op de dag van vandaag. Het zou vol moeten zitten met de meest hartverscheurende verhalen. Mooie pianomuziek eronder. Reportages. Een anderhalf uur durende show met alleen maar mensen met coronaverhalen, met wie ze verloren zijn. Het gebeurt niet. En nergens in de wereld, hè? Nergens in de wereld gebeurt dit. Dus het is één groot theater, één groot schimmerspel. Het is zo belangrijk om gewoon weer in de realiteit te gaan leven met z'n allen. Hoi Jens Baba, hierbij een foto van mij met een maskertje op zaterdagmiddag met je shirt aan. Groetjes Irene, ga zo door. Ik moet zo lachen, hebben we ooit zo'n Jens Baba shirt gemaakt. En die hebben echt mensen gekocht. En ik vind dat altijd zo grappig. Dat Jens Baba shirt, dat mensen daarmee lopen. En ook met een masker op ziet er bijzonder uit, Irene. Dankjewel. Lieve Jens, ik ben een student van 21 jaar en sinds vorig jaar maart kijk ik al naar je shows en ben ik mede dankzij jou direct wakker geschud van deze angsttyrannie. Mijn familie verklaarde jou toen voor gek en mij ook, omdat ik inzag dat het hele verhaal niet klopte. Na een aantal maanden begon het ook bij hen te dagen en dat het niet klopte. Ik was hier ontzettend blij mee, omdat ik me nu niet meer zo alleen voelde. Dit was echter van korte duur, want ik mag er niet over praten tegen mijn vader en als ik dit wel doe, wordt hij boos, want hij vindt het allemaal negatief gedoe en vindt dat ik doordraai. Knettergek word ik genoemd. Met als gevolg dat ik huilend van huis weg kan gaan met zo'n enorm twijfel aan mezelf of ik niet echt een vertekend beeld heb van wat er nu aan de hand is. Mijn vrienden zijn allemaal ingeënt en willen zich er ook niet druk over maken en raden mij dan ook aan om het prikje nou maar gewoon te doen. Ik voel me dan ook heel onbegrepen en vaak gek, maar die trekt steeds meer weg gelukkig, omdat ik zie dat steeds meer mensen het zien. Ik wil je heel graag bedanken voor jouw shows, omdat dit mij wakker heeft geschud en het mij een ongelofelijke drive geeft om mijn eigen gedachten goed te blijven uiten en verdedigen. Uiteindelijk komen we hier sterker uit, dat is wat ik geloof, met vriendelijk groet Saskia. Saskia, dat laatste sta ik helemaal achter en ben ik helemaal met je eens. Ik zal je vertellen dat een van de meest bijzondere dingen aan mens zijn is, en dat is eigenlijk met bijna alles zo van mens zijn, is dat een goed iets ook iets slecht kan zijn. En een goed ding is dat wij ons zo goed kunnen aanpassen. Daarom is die klimaatdiscussie ook altijd zo bizar dom. Dat als het nou 1 graad zou stijgen, stel dat het daar zou zijn. Alsof wij mensen ons daar niet aan kunnen passen. Want wij zijn juist zo goed aan ons te kunnen aanpassen aan onze situatie. Het nadeel daarvan is dat wat jij omschrijft hier met je vader, die dan wel ziet dat het niet klopt allemaal, maar dan gewoon vanuit een soort van ja, luiheid of aanpassing zoiets heeft van, nou ja, ik wil het er niet meer over hebben, ik pas me wel aan, ik kijk wel en ik accepteer wel gewoon die verschrikkelijke dingen die ze ons aandoen. En dat is de keerzijde van dat mensen zich goed kunnen aanpassen.
En hier moeten we altijd tegen strijden. We accepteren niet dingen die niet kloppen. We moeten daartegen blijven strijden. En dat is soms moeilijk, maar rugrecht. En we kijken het gewoon recht in het gezicht aan. Trek samen met Jens Babbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.